Een tafeltje uit de kringloop. Ik heb het al een paar keer behandeld. Hij is wit marmer geweest. De laatste keer heb ik hem houtimitatie met inlegwerk van gemaakt. Met nikkelenpootjes. En elke keer weer afgeschuurd en opnieuw geplamuurd. Nog een keer gescheurd en opnieuw geschilderd, zodat je de volgende fase eroverheen kan zetten. En die is nu zover. We gaan voor de derde keer het tafeltje een metamorfose geven. Hallo, ik ben Willem, de ambachtsschilder. En ik ga het tafeltje aanpassen op de achterwand, zodat de kleuren één geheel worden. Bij het afplakken ga je dakpansgewijs aan het werk. Dat maakt het allemaal makkelijker als je het er later weer af moet halen. Met sierlijke lijnen zet ik de tekening over het plakband heen. Het wordt een paar keren gezegd, in de juiste volgorde. Let maar op. Je snijdt in de richting van het dakpansgewijs gelegde plakbandjes. Als je die volgorde goed in je hoofd houdt, is het altijd makkelijk om het weer te verwijderen. Voorzichtig licht je het plakband op en kan je één voor één de stukjes die er niet horen te zitten, weer verwijderen. En nu ga ik al het plakband wat in stroken is opgeplakt goed controleren of het dicht zit. Anders ga ik je verf eronder zitten voordat ik het schilderstechniek, de wikkeltechniek en de deptechniek hier overheen ga zetten. Doe dat dan wel in een goede volgorde. Ik neem ultramarijn op het palet, wat lijnolie, ook wat secretief en maak daar een soepel zalfje mee, zodat ik zo dadelijk kan gaan wikkelen. Ik ga met een fotje, een lapje, ga ik wikkelen. Dus dat lapje, dat neemt straks verf op. Dan ga ik het eerst even nat maken met wat terpentine en dan weer zo droog mogelijk maken. Dan doe ik het in die ultramarijn en dan ga ik ermee wikkelen. Als je dat lapje oprolt en daarmee rolt in je werk of over het werk, moet je ervoor zorgen dat hij niet tijdens het rollen uitrolt, dat het een plakje wordt. Dat is niet de bedoeling. Dus je wilt even denken, hoe rol ik hem op en aan welke kant begin ik hem over mijn werk heen te rollen, zodat het een rolletje blijft. Terpentine. Ik doe het in een bakje. Daar gaat een fotje overheen. En dan laat ik het lekker weken. Het fotje moet nat worden. Handschoentjes aan. Terpentine uit dat lapje. En dan ga ik hem in het blauw, in die ultramarijnblauw,
inwikkelen. En datzelfde ga ik nu doen met karmijnrood. Maar niet wikkelen, maar ik ga deppen. En dat doe ik ook met een fotje. En dat aan de buitenkant van die tafelrand. De kern hou ik blauw en aan de buitenkant komen rode accentjes. Net als de wand. Dan hoort het tafeltje bij de wand. Die lapjes, die moet je niet op een prop gooien. Die hang je netjes uit, zodat het kan drogen. Doe je dat wel, dan loop je het risico dat die lapjes in een zelfontbranding overgaan. Dus dat moet je zien te voorkomen. Het is nu tijd om het plakband weg te halen. Ook weer in de goede volgorde. Door het dus dakpansgewijs is afgeplakt, ga je de tegenovergestelde richting het eraf halen. Elke keer til je zo'n stukje op. En daar heb je dan profijt van bij het weghalen. En daarom is de volgorde heel belangrijk. Het tafeltje is dus gedecoreerd en als je het nou wilt gebruiken, dan moet je er een beschermlaagje op zetten. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kan hem in een vernis zetten, watergedragen lakje, 2-3 keer. Je kan hem ook een glasplaat opleggen. Ik doe er niks mee. Want ik ga hem straks weer afschuren en dan is hij weer kaal, net als de wand. En dan ga ik weer opnieuw met een nieuwe wandschildering en een nieuw tafeltje decoreren. Dus, veel plezier met het decoreren van tafeltjes uit de kringloop. Vind je dit een leuk filmpje? Geef een dikke duim. Tot het volgende filmpje. Artis homines, de kunst van de mens.